Bonjour. Bonjour. Zo, hebben jullie de etappe gezien? Nee. Nee, hè? Nee. Jullie zijn lekker een dagje met mama naar Amsterdam geweest, hè? Ja. Zal ik vertellen wat er gebeurd is? Want ik heb wel verteld wie er 1, 2 en 3 waren, toch? Ja. Eerste? Ik weet niet wie het Simon Yates. Simon Yates was de eerste. Alaphilippe. Nee, Alaphilippe niet. Oh. Die heeft nog wel het geel. Met een minuut 35 voor op Thomas. Hoeveel is... Tweede was Pinot. Oh ja, Pinot, ja. En derde... Ja, dat wou ik net zeggen. Derde? Dat was... Landa. Het was een hele mooie rit. Het was echt een hele spannende rit. Het eerste uur reden ze 47,7 gemiddeld in een uur. En dat als het constant op en af ging. Het ging zo verschrikkelijk hard. Het ging echt heel erg hard. Ja. Wat ik wel wil vertellen is en we liggen nu in bed. Ja, we zijn al lekker in bed. Wat er was, Movistar heeft heel hard gereden. Eerst gingen ze Quintana, Soler en ook nog Amador gingen mee. Toen dacht ik, nou, Quintana gaat hier alles om zeep rijden. Had op een gegeven moment 5 minuten en 20 seconden voorsprong. En toen dacht ik van, ja, dit wordt echt. Toen ging Landa nog demereren. Valverde reed altijd maar mee. Movistar heeft echt heel goed gereden. Dan was Groupama FDG. Waren heel goed. Cadu was weer heel goed. De jonge man van Groupama ging Pinot heel hard helpen. Ja. Ah, het was echt zo'n verschrikkelijke mooie wedstrijd. De hele dag op en af. Echt heel mooi in de Pyreneeën. Ja, maar ik heb alleen een nieuwe tas. Ja, je hebt een nieuwe tas gekregen, hè? En op het laatste ga ik even een raadsel voor jullie doen. Een raadsel? Of nu? Nou ben ik benieuwd. Wat zal ik doen? Doe me nu maar. Hoe heet zo'n ding dat ik om mijn arm heb? Dit ding. Ken je deze nog? Mats? Kijk eens. Nou, ja. We zullen het morgen wel horen. Wij liggen al in bed. Al mijn reacties schrijven wat het is. Maar kan je nou zeggen? Nee, dat mag niet. Morgen. Blijf zitten. Wij liggen al in bed. Ja. En wij liggen in bed in een hotel. Ga ik net ook al. Hotel. Want we gaan morgen. Het is rustdag. Alle renners hebben rust. Ja, morgen gaan we naar Worldlands. En we gaan dierentuin. Wildlands. Oh. We gaan morgen naar Wildlands in Emmen. Het is rustdag. Renners hebben rust. Wij hebben rust. Dus we kunnen echt wat leuks gaan doen. Ja. En ik ga wat speciaals doen. Want, jullie weten allemaal, we hebben heel veel wielrenners die vernoemd worden. Matsi, doe je even luisteren? We hebben heel veel wielrenners die vernoemd worden naar dieren. Je hebt bijvoorbeeld Nibali, dat is de haai. Je hebt bijvoorbeeld de gorilla, dat is Grijpel. En je hebt renners die heel... die hebben een kattensprong, net zoals bijvoorbeeld Caleb Ewan. Hij heeft een kattensprongetje. Dus morgen, wat wij morgen gaan doen, is kijken hoeveel mensen, hoeveel wielrenners een bijnaam hebben van een dier. Dan gaan we kijken of we die allemaal kunnen vinden. Zoals de bos, de vos. Marianne Vos. Ja, dus gaan wij morgen in Wildlands kijken hoeveel wielrenners we kunnen vinden. Mout de varken. Zullen we dat doen? Mat de varken. Komen we morgen terug en dan zeggen we allemaal fijne avond. Adem. En raden, hè, in de reacties. Inderdaad. En abonneren hieronder. Oh ja, abonneren en duimpje omhoog. En duimpje omhoog als jullie het leuk vinden. Doei. Nee, altijd.